Dinsdagavond 27 december was het weer zover. Zwembad Den Helder maakt zich op voor een nieuwe aflevering van de Zwem Vierdaagse. We gingen even kijken hoe het eraan toe gaat. Deze wordt georganiseerd door Zwembad Den Helder en door de Duurzaamheidssport Vereniging TVG. Deze Zwemvierdaagse zegt er dan 4 dagen lekker buiten zwemmen en ondertussen genieten van mooie muziek van de top 2000. We hebben hier vandaag de stad van de Nationale Zwemvierdaagse hier in Doesburg. Zoals u kunt zien ligt achter mij ruim 100 mensen op het moment bijna in het water die hun baantjes zwemmen om aan het eind van de vierde dag hun felbegeerde medaille binnen te halen. Wij van Stichting Overdekken Zwembad Doesburg faciliteren en de organisatie hier ligt in handen van de zwemvereniging. Iedereen die gewoon lekker wil bewegen hier in het water, dat kan. Ja. En door middel van deze zwemvierdaagse enthousiasmeren we hopelijk de mensen om toch ook nog weer vaker ook in het nieuwe jaar te komen zwemmen. We hebben hier achter ons 5 banen liggen waarin elke baan heen en weer gezwommen wordt. Dus snelle rekenaar telt dan uit 10 banen per vol bad. Dat doen ze 2 keer over in zijn totaliteit, dus 500 meter voor de volwassenen. De kinderen doen dit enkelmaal, dus 10 keer over 25 meter. Op het moment dacht ik dat de teller op 128 staat, maar het loopt dat dus nu nog door tot vanavond 7:30. Ja. Dus we hopen dan toch weer het aantal van totten om en nabij de 200 te halen. En dat is andere jaren ook zo geweest? Nou, vorig jaar zaten we op 155 en dat liep vanaf 2007 een beetje af. Maar we hebben nu al extra voorinschrijvingen gedaan, iets meer publiciteit eraan gegeven en we hopen dus gewoon weer ruim die 200 zwemmers te halen. Alex, dankjewel. Graag gedaan. Net uit het water voor de eerste keer. Dit is de 5e keer. De eerste, wat zegt u? De 5e keer. Ja, maar u heeft de eerste keer toch een bad gedaan, of niet? De eerste keer hebben we gedaan. Maar wel de 5e keer dat u meedoet? De 5e keer dat ik meedoet. Oké. Okay. En gewoon zo uit sportiviteit of ook om de kerstkilo's weg te werken? Dat ook. Ja. Maar ik doe iedere dinsdag hier al de aquajoggen. Ja. Wij zwemmen sowieso heel erg veel, dus dit is iets wat we gewoon altijd eigenlijk bijna ieder jaar gaan doen. Oké. En samen met de kinderen? En mijn man zit ook in het water. Ja, oké. Dus elk jaar een belevenis? Het is elk jaar een belevenis, ja. Dus met andere woorden, je krijgt ook al een medaille met nu een 50 op als goed is? Ik weet niet, Oké. Okay. Nou, duik er gauw weer in, want anders word je koud. Ik ben klaar. Dus oh, bent u klaar? Ik ga met mijn zoon naar het water. Oké. Dankjewel.